10 jaar geleden leek het dorp nog ten dode opgeschreven. De supermarkt was al weg en toen ook het laatste café dreigde te verdwijnen, grepen de bewoners in. Ze richtten een coöperatie op. Coöperatie op. Ze richtten een coöperatie op. Nog niet zo lang geleden, 2007, de crew die gaat failliet. Nou zo leek het even, maar zo ver kwam het niet. Bewoners legden geld bij elkaar en dan voor het nieuwe jaar waren wij de eigenaar. Inwoners en bedrijven brachten zo het startkapitaal bij elkaar en met financiering bij de bank kochten ze gezamenlijk het café Schuttershof. Ondertussen dreigt Esbeek steeds meer te vergrijzen. We moesten steeds meer jonge mensen de deur toewijzen. Dus we met z'n allen de koppen bij elkaar. Plannen maken, afspraken, andere zaken. Johan, waarin resulteerde dat dan? 24 starterswoningen in 2009 en zien nog eens 13 in 2015. En die vullen zich in rap tempo met nieuwe Esbeekenaren. Hier speelt de toekomst van Esbeek. Wat er van belang is dat we zorgen voor elkaar. In tijden zoals deze is dat toch niet zo raar. Ik lees het dagelijks in de kranten, zet de oudjes aan de kant. Wat kun je hier vergeten? Willen we niks van weten? Ik ben dorpsondersteuner en de schakel tussen de bewoners en hun vraag over zorgen en welzijn. Staat je aan of niet? Het lekker. Hier zijn leuke idealen, maar zoek het integrale. Zonder samenwerking is er nergens iets te halen. Wie gaat dit betalen? Je kunt erin verdwalen. Handen uit die mouwen en dan kunnen we niet falen. Het gaat om het sociale, ieder zijn deel. Verdeel de taken, dan is het niemand te veel. Gaat het om een school, een kantine, kroeg of kerk? Alle disciplines, want er is genoeg werk. Samen staan we sterk, wie kan wat doen? Vroeger was het zwart-wit, nu gaan we voor groen. Had je dat verhaal gehoord van die lege kerk? Als er niks gebeuren zou, dan werd dat sloopwerk. Ook het schoolgebouw was aan het eind van zijn Latijn. Dus toen dachten we, zou het niet wat zijn om de kerk te verbouwen? De school daarin te douwen. Een nieuw idee geboren en niemand meer te houden. Bouwen aan de toekomst met behoud van het verleden. Dat werkt voor ons allen en iedereen tevreden. Het is ze gelukt om alle partijen bij elkaar te krijgen om hier een brede school te realiseren. Chapeau denk ik weer voor dit staaltje. Echt burgerkracht. Waarbij je ziet wat je kunt bereiken als je het samen doet. Een school in de kerk, dat vreet ik energie. Nou als je het slim aanpakt, dan hoeft dat helemaal niet. Dan bouwen we de kroegen rond het energiecentrale. Zodat de nieuwe school daar zijn stroom kan halen. Groei is er nergens, zonder zoveel. Power the future met die zonnepanelen. Soms is er even een andere kijk. Hoe te blijven leven met de tanden destijds. Wat is het streven, hoe veranderen wij? 100 handen dichten samen het gat in de dijk. Hier schijnt de zon, de onuitputtelijke bron van het leven. Technologie die je hier ziet, zorgt ervoor dat jij het door kan geven. Op het economisch vlak zitten we niet te mokken. Ondernemers en bedrijven zijn hierbij vet betrokken. Nieuwe bruggen bouwen en nieuwe putten boren. Zo gaat ook zakelijk geen enkel gas verloren. Voor de oude bazen, maar ook voor onze kweek, is er vanaf 2014 een ondernemersplatform genaamd Made in Esbeek. Ondertussen zijn ook de werkeloosheidscijfers in Esbeek gezakt. In 2 jaar tijd bijna 2%. De lullen maar poetsen mentaliteit en aanpakken als er gewerkt moet worden. Ons dorpje is door, prachtige natuur omgeven. Dan is het toch niks mooier om het samen te beleven. Zoals het idee geboren voor het bouwen van een toren. Uitzicht als nooit tevoren. En als het heeft gevroren zie je schaatsers op hun oren. Maar ook bij zonneschijn. Schijn. Is het hier minstens net zo fijn? Komen, over heiden door de bomen. En even lekker ontkomen. Uitstomen, wegdromen. Je broek omzomen of zo. Hey, als je toch aan de wandel bent, ik weet niet of je Schotel kent, dat was een kunstenaar. Die kwam hier ieder jaar. Hij legde alles vast met zijn potlood en zijn kwast. Toen hadden we bedacht, we bundelden de kracht. Toen zouden we, laat maar zeggen, een route aan gaan leggen. Een museum zonder muren, vol met etsen en sculpturen. Lijnen en figuren, kan de eindeloos naturen. Mag voor altijd blijven duren, duren naar duren. Wat we sowieso nooit hadden durven dromen, is dat de koning in ons dorpje langs zou komen. Er werd namelijk een koe gebouwd van 1,08 meter. En dat vond onze majesteit een staaltje burgerkracht. Je zou haast denken dat er een corporatie aan de grondslag is. Om dit voor elkaar te krijgen. Jan. Han, wat denk je ervan? Deze plaats is eigenlijk veel te kort om alles te vertellen wat er in Esbeek aan de hand is. Heb jij nog iets op je blaadje staan?
Ja, we hebben een werkgroep voor de inrichting van de dorpskern. Ja. We hebben ook een lokale energiecoöperatie en glasvezelcoöperatie mee opgericht. Okay. We werken samen met Europese partners. En we hebben samen met andere coöperaties een onderkoepelende organisatie genaamd Tussenheid opgericht. Nou. Die lokale coöperaties en verenigingen ondersteunt. Dat is een mond vol. Straight out of heaven. Straight out of heaven. Straight out of heaven. Straight out of heaven.